Over een maand is het zover, dan gaat het nieuwe Erasmus MC open. In 2009 ging de eerste paal in de grond en nu bijna 10 jaar later is het zover dat het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen kan worden. Buiten treffen de bouwvakkers nog de laatste voorbereidingen en binnen wordt er al proef gedraaid. Vandaag door de afdeling bloedafname en NEP-patiënten zijn de proefpersonen en ik ben daar één van. En net als in een nieuw huis is het in een nieuw ziekenhuis wel even wennen om je weg te vinden. Voor een ziekenhuis is het des te belangrijker om straks gelijk goed van start te gaan. Succes! Ja, bedankt. Prikkamer 3. Vandaar dat de medewerkers de praktijk uitgebreid nabootsen. Nou, komt-ie. Ja. Kijk, ik dacht heel even dat ze echt gingen prikken, maar het is dus een simulatie hier in het nieuwe Erasmus MC. En dat is natuurlijk wel even wennen. Voor mij, maar ik denk ook voor het personeel. Ja, het klopt. Kijk, het prikken blijft natuurlijk gewoon hetzelfde, maar voor iedereen is het natuurlijk nieuw. De kamers die zijn nieuw, de indeling is nieuw. We moeten echt onze weg vinden, want daar is dit ook natuurlijk voor, want we komen nu tegen de knelpunten aan. Het is perfect om dan nu te weten van, nou, dit gaat te fout. We gaan het nu aanpassen en dan wanneer de patiënten er zijn, dan gaat het helemaal top. Komt-ie hoor. Ja. Een grote verandering is dat die patiënt niet meer naar die verschillende polyklinieken hoeft te gaan, maar echt naar die centrale bloedafname. Daar nemen we al het bloed af en we hopen dat ook veel sneller te kunnen afnemen. We hopen dat ze allemaal binnen 10 minuten geholpen worden, 15 minuten. En dan gaan die buisjes naar het centrale laboratorium met die buispost waar ze direct in behandeling worden genomen. Dus ik denk dat het voor de patiënt echt een heel positief iets is. Ja, en je wordt beneden geprikt. En dan via de buizenpost komt het hier in dit apparaat aan, op het laboratorium. En dan rolt het in deze bak en dan je bloedafname gaat dan vervolgens hier het verdeelstation in om onderzocht te kunnen worden. Alle nieuwe afdelingen zullen de komende weken proefdraaien. Vanaf de zijlijn wordt de simulatie op de afdeling bloedafname geobserveerd. En so far, so good. Dus je begint natuurlijk altijd even zoeken. En wat gewoon bijzonder is, is dat eigenlijk na een half uur al merk je dat er toch een soort rust over de afdeling is gekomen. En dat we eigenlijk al bijna werken alsof het straks in de nieuwbouw ook zo zou zijn. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Succes volgende maand, want dit is nog een pleister op een nepwond. Maar over een maand gaat het ziekenhuis echt open. Dankjewel. Dag.